Mijn naam is Quinn en ik ben best wel iemand die van een feestje houdt. Soms sta ik in een club, soms sta ik op een festival. En ik heb eigenlijk wel een vraag aan de Universiteit van Nederland. Want ik vraag mezelf altijd af, wat is er nou slechter? Alcohol of drugs? Eigenlijk is het een gekke vraag. Alcohol is namelijk ook een drug. Toch probeert de wetenschap al jaren antwoord te vinden op deze vraag door allerlei drugs met elkaar te vergelijken. Experts beoordelen die drugs dan op allerlei factoren. En voor deze video gaan we die methode in het klein toepassen. Om antwoord te geven op de vraag wat nu slechter is, hebben we daarom een groep experts gevraagd om in te schatten hoe slecht alcohol, cocaïne, cannabis, ecstasy en koffie nu eigenlijk zijn. Nou, koffie is ook een drug. Deze experts beoordelen hoe gevaarlijk ze denken dat deze drugs zijn voor jezelf, bijvoorbeeld je gezondheid, voor je omgeving, maar ook voordelen van het gebruik en hoe verslavend de middelen zijn. Misdaad wordt ook vaak genoemd in verband met drugs. Maar het gaat om de maatschappelijke gevolgen van het feit dat we sommige drugs illegaal hebben gemaakt. Dat zijn geen gevolgen van de drug zelf. Dus die nemen we in dit overzicht niet mee. Laten we eerst kijken naar schade aan de gebruiker zelf. Dan moet je denken aan bijvoorbeeld lichamelijke schade, mentale schade of bijvoorbeeld een kater, waardoor je de volgende dag minder presteert op je werk. Wat valt op? Alcohol en cocaïne veroorzaken de meeste schade. Alcohol kan je lever beschadigen, je hersenen en verhoogt de kans op allerlei vormen van kanker. Cocaïne verandert je persoonlijkheid, kan beroertes veroorzaken en vermindert je eetlust, waardoor je minder eet. En allebei de drugs hebben nog allerlei andere negatieve effecten. Cannabis scoort gemiddeld. Hangt er ook vanaf hoe je het inneemt natuurlijk. Roken is slechter dan eten. Ecstasy is iets minder schadelijk dan cannabis. Hoewel je niet te veel ecstasy moet nemen, dan is het gevaarlijker. Bovendien lijkt er een kans op hersenbeschadiging te zijn, maar die kans is relatief klein. Koffie scoort heel laag. En terecht, het is bijna onschadelijk. Het voelt misschien niet zo fijn als je heel veel cafeïne binnenkrijgt. Maar als je filterkoffie drinkt, dan kun je zoveel drinken als je wil, zonder dat je er negatieve effecten van ervaart. Dan kijken we naar schade aan de anderen. Wat valt hierop? Alcohol en cocaïne scoren het hoogst. Deze drugs nemen remmingen weg, waardoor je makkelijker socialiseert, maar daar kunnen mensen soms ook provocatief van worden. Ze krijgen bijvoorbeeld vaker ruzie of belanden eerder in gevechten. Bovendien veroorzaken alcoholgebruikers relatief veel verkeersongelukken. Ongeveer 1 op de 5 verkeersdoden in Nederland komt door alcohol. En dan kijken we naar verslavingsgevoeligheid. We zien dat alcohol en cocaïne heel verslavingsgevoelig zijn. Cannabis en koffie niet zo, en ecstasy eigenlijk bijna niet. Verslavingsgevoeligheid hangt af van hoe snel je hersenen wennen aan het middel. Dat zal ik even demonstreren. Drugs hebben invloed op neurotransmitters. Dit zijn stofjes die signalen doorgeven in je brein. Ze hechten zich aan een zogenaamde receptor. Zo komt het signaal binnen. Dit is de GABA-neurotransmitter en die vermindert sociale angst. Alcohol doet net alsof het de GABA-neurotransmitter is. En die gaat op diezelfde receptor zitten, waardoor je dus minder sociale angst ervaart. Hoe meer alcohol je gebruikt, hoe meer van die nep-GABA je hebt. Dus hoe beter je je voelt. Als je drinkt, dan stijgt GABA bijvoorbeeld naar 130%. Maar je lichaam wil het op 100% houden, dus als je regelmatig drinkt, dan gaan je hersenen compenseren door zelf minder GABA te produceren. Dan ben je dus afhankelijk van de druk om je goed te voelen. En daarom krijg je dan zin in een biertje. Bij ecstasy werkt dat net even anders. Ecstasy doet niet net alsof je zelf een neurotransmitter is, maar ecstasy zorgt ervoor dat serotonine, een andere neurotransmitter, massaal wordt vrijgegeven uit je voorraad. Daardoor voel je je zo gelukkig. Maar die voorraad serotonine raakt wel op. En dan duurt het een paar dagen voordat je lichaam het weer heeft aangevuld. Daarom helpt het niet om meer ecstasy te nemen, omdat er geen serotonine meer is die kan worden vrijgegeven. Ecstasy is daarom minder verslavend. Het kan wel zijn dat je daardoor, 1 of 2 dagen na gebruik, een dip ervaart. De negatieve effecten en risico's stapelen zich dus per drug op. Zo krijg je een totale inschatting van hoe slecht die drugs in totaal zijn. Maar onderzoekers kijken ook naar de voordelen van drugs. Mensen nemen drugs natuurlijk met een reden. Omdat ze zich beter voelen, zelfverzekerder, omdat ze makkelijker contact leggen met anderen. En die voordelen moeten we natuurlijk weer van de totale score afhalen. Bij koffie wegen de voordelen zelfs op tegen de nadelen. Dus die gaat helemaal weg. En koffie is ook de enige drug waarvan op lange termijn positieve effecten zijn aangetoond. Zo zou het helpen tegen Alzheimer, de kans op hart- en vaatziekten verlagen en de kans op bepaalde vormen van kanker verlagen. Van ecstasy is ook een hoop af, omdat mensen daar ook een hoop voordelen bij ervaren. Je gedraagt je socialer, je voelt je heel erg goed, je legt ook makkelijker contact en je stelt je ook makkelijker open voor anderen. En omdat mensen zich makkelijker openstellen, wordt nu wetenschappelijk onderzocht of ecstasy ook kan helpen bij bepaalde therapievormen. Dit geeft natuurlijk een heel versimpeld beeld van de werkelijkheid, maar het geeft wel een duidelijk idee van hoe de verhoudingen tussen de verschillende drugs liggen. En daar komt bij dat experts ervoor kunnen kiezen om sommige punten zwaarder te laten tellen dan andere. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om de schade aan de gebruiker zwaarder te laten tellen dan de voordelen van het gebruik. Ook de manier van gebruik, de omstandigheden waarin je gebruikt spelen een rol en of je fit bent. Dus
Het antwoord op de vraag of alcohol nou schadelijker is of drugs, kun je niet beantwoorden met een simpele ja of nee. Maar uit de ordening blijkt wel dat alcohol en cocaïne schadelijker zijn dan koffie en ecstasy. Dus misschien moet de politiek eens heroverwegen welke drugs nu eigenlijk legaal en illegaal zouden moeten zijn. Ecstasy is dus minder schadelijk dan alcohol. Wauw. Nou, had ik echt niet verwacht. Superleuk onderzoek. De wetenschap heeft niet altijd een pasklaar antwoord. Maar ja, het geeft wel echt een heel eerlijk beeld. Ik vond het echt een superleuk onderzoek. Mij zie je de komende tijd minder in de clubs. Ik ga vaker naar een festival. Dat is duidelijk. Onkruid kun je maar beter laten zitten. Want het is ontzettend goed voor de natuur en voor onszelf. Ik ben Nienke, bioloog. En in de volgende aflevering leg ik je precies uit hoe dat zit.